De lente is begonnen en dat was dit weekend goed te merken. Vrijdagmiddag is in Leiderdorp het schooltuinenseizoen weer begonnen. Groep 6 van de Leeuwerikschool mocht aan de slag. En waarom zijn die schooltuinen zo belangrijk voor kinderen? Ja, eigenlijk. Alles wat groeit en bloeit. Wat is nog mooier dat de kinderen dat te horen krijgen in de klas. Maar dat ze het hier kunnen ervaren. Dat ze met de handen in de grond zitten. Dat ze ook de beestjes tegenkomen. En dat ze ook zien dat als ze een kool hebben geplant, dat die wordt opgegeten door de rupsen of de slakken. Ze moeten dus zien wat er in de natuur gebeurt. Eén ding is zeker, de kinderen hadden het erg naar hun zin. Ik vind het wel leuk, ja. Waarom? Omdat hier moet je zelf op je eigen tuin letten en is het voor je eigen verantwoordelijkheid. Leuk, want je kan er ook zelf dingen doen en je werkt lekker met je handen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, meestal moet je dan werken op school. Dit is toch wel leuker. Dus je kunt lekker buiten.